Voor journalisten is er heel wat veranderd door de komst van het internet. Ze moeten nu niet alleen maar nieuws maken voor één medium, maar voor heel wat nieuwsmedia tegelijk. Journalisten zijn nu vaak multimedia-journalisten. Maar hoe doen ze dat? En hoe is nieuws en hoe zijn nieuwsmedia geëvolueerd met de tijd? We zijn bij de bron, dus het is de moment om het ineens te vragen. Nieuws is tegenwoordig overal. Vroeger kon je eigenlijk alleen maar het nieuws, uh, op de hoogte zijn van het nieuws als je naar de radio luisterde, als je naar het nieuws keek of, je, bekeek of je, je las een krant. De dag van vandaag is dat wel anders. Nieuws is overal. Op sociale media, op de smartphones, op alle apps enzovoort. Um, dus dat is al één ding die helemaal anders is. Maar ook als journalist is het helemaal anders. De dag van vandaag ben je meer een soort van multimedia-journalist. Je moet eigenlijk veel kunnen. Het is niet enkel en alleen iets op de radio presenteren of, of een stuk maken. Nee, je moet teksten schrijven en research en uh, filmen en presenteren en monteren. Um, dus er komt heel veel bij kijken. Ik ben nu 15 jaar journalist en dat is, uh, die snelheid zal misschien verdriedubbeld zijn. Of zo. Daar hebben de social media uh, zeker iets mee te maken. Doordat alles direct uh, getweet en gepost wordt op uh, Facebook, Instagram, TikTok enzovoort. Um, ja, volgt dat nieuws zich veel sneller op? Moet je veel korter op de bal spelen? En wij zijn eigenlijk de klok rond bezig met, uh, ja, met dat nieuws. Eigenlijk. Ja, zo snel mogelijk, maar ook zo correct mogelijk. Te brengen naar onze, ons publiek.